Een vrachtwagenchauffeur is donderdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een bedrijfsongeval op een bouwterrein aan het kanaal Zuid. De arts uit de opgeroepen traumahelikopter verleende assistentie aan het ambulancepersoneel. En nadat het slachtoffer enige tijd was behandeld in de ambulance, is die met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Zwolle. De arbeidsinspectie gaat verder onderzoek verrichten.